Yes, ik ben Renske en vandaag heb ik voor jullie de start van een nieuwe serie op mijn kanaal. En dat wordt Road to $100,000 Bounty. En ik heb het een tijdje geleden hier al over gehad. Dat was dan Road to $1,000,000 Bounty. En ik denk, weet je wat, we gaan het een klein beetje aanpassen. En dan is het dus $100,000 Bounty geworden. En het principe van deze serie is heel simpel. We gaan proberen dus $100,000 aan bounties te verzamelen. En dan is de serie volbracht. Nou, zoals ik straks al zei, ik was eerst van plan eigenlijk $1,000,000 Bounty te doen. Duurt extreem lang en ik dacht, weet je, oh no, ik zal het een beetje tweaken om het wat interessant te houden. En $1,000,000 bounty, zoiets gaan we nog doen tot 1 miljoen, maar net iets anders, zeg maar. En iemand anders zit ook met bounty, ah, ik kan niet rijden met dit moment weer. Zit ook achter mijn bounty aan, dus we gaan even kijken of we hem eerder kunnen jatten, want hier rijdt er al eentje. En die moeten wij natuurlijk wel hebben. Die gozer rijdt in dezelfde auto als mij, dus die zullen we niet zo makkelijk kunnen pakken, want die auto is snel. Oh, net tijd. Oh, stap in. Nee, stap in, bitch. Ik dacht, eerst stap. Ha! Teamwork. Teamwork, we hebben hem. Maar in ieder geval, je zult misschien denken, hè, hoe kan het zijn dat er weer sneeuw ligt? Nou, deze video is opgenomen op 1 januari. Op oudjaarsavond en op nieuwjaar was er weer sneeuw. Vandaag is waarschijnlijk 2 januari als je deze video bekijkt. Dan komt dat ik hem dus nou maak en dus daarop upload. Maar dat is dus de reden waarom er weer sneeuw is. En dat is, als het goed is, dus op de video, of op het moment dat jullie deze video kijken, weer weg. In ieder geval, wat we dus van plan zijn, is ik zal iets van een timer in de video zetten. Ergens denk ik rechtsboven of links, maar misschien onder mijn facecam. En daarop zullen we dus een timertje zetten, of timertje, een counter zetten. Totdat wij dus bij de $100,000 zijn. En in principe, hoe lang zal dat duren? Ik heb geen flauw idee hoe lang dat gaat duren. Want wat ik van plan ben, is om een soort van lobby shoppen. Dus bijvoorbeeld, nu zijn er geen bounties meer. En dan kan ik wel rondgerijden, niks doen. Maar dat is natuurlijk niet leuk. Dus we gaan kijken of we weer een nieuw lobby kunnen vinden met nieuwe bounties. En dan gaan we weer verder vanaf daar. Dus dat is eigenlijk een beetje het idee. En met die $1,000,000, daar komt daar ook nog iets vets. Maar dat is niet alleen beperkt tot bounties. Dan gaan we gewoon alles doen totdat we $1,000,000 hebben. Maar ik wou eerst even deze serie doen, omdat ik het hier al lang over had. Dus er zitten geen bounties meer in deze lobby. En dat wil dus zeggen dat wij gewoon heel simpel weer een nieuwe lobby gaan zoeken. Dus, tot dan. Nou, we hebben zojuist weer een nieuwe bounty gevonden. En geloof me, het duurde best wel lang dat ik eigenlijk weer een... Oh, fuck, wat doe je nou weer? Ik kwam van rechts, klootzak. Dat ik eigenlijk weer een lobby vond waar bounties in zaten. Dan moet je echt soms echt lang zoeken, want... Ik weet niet wat het is, maar soms dan heb je echt lobby's waar continu bounties. En soms dan vind je gewoon helemaal niks. Maar er zit er eentje hier rechts ergens. En ik ga hem even opzoeken. Deze auto vind ik echt niet fijn rijden. Ik weet niet wat het is, maar... Nee, misschien ligt het aan de sneeuw. Ik denk dat het wel aan de sneeuw ligt, maar ik vind sowieso die Turismo minder dan die Entity en die Centorno en al die dingen. Maar dat maakt niet uit, daar rijdt hij tenminste snel als wat. Whatever. Even kijken. Hij zit in een huis. Hij zit denk ik in, of in die wapenwinkel. Hij zit in Pay and Spray. Dan kan ik een bit zijn, dan kan ik hem gewoon opwachten. Zodat, ja, schijt, we gaan hem opwachten. Maar in zit ook gewoon helemaal niks. Het gaat om het geld, jongens. We kunnen ook proberen om vanaf hier te snipen. Misschien is daar interessant. Dat lukt, denk je? In principe moet dat lukken. Ik ga het proberen. Oh, no. Wat? Heeft hij met een tank? Oh, nee, dat leek. Ik weet niet hoe, maar ik vond dat leek. Wat? Wat voor auto heeft hij? Oké, fuck jou. Stel op to my little friend. Bitch. Er ging net iemand tegenaan met een Centorno. Holy shit. Als die Centorno had opgeblazen, was er gelijk al mijn geld kwijt. En waar blijven mijn centen? Soms is dat glitch en dan krijg je je geld niet. Oh fuck. Holy shit. No. Zijn auto stond er in de fik, zag je dat? Ik heb dus een Centorno opgeblazen. Fuck it. Het interesseert me ook helemaal niks. We hebben 5000 van die bounty. We hebben wel verlies gemaakt dat die gozer met zijn Centorno er tegenaan rijdt. Niet mijn schuld eigenlijk. Hij rijdt er gewoon met zijn domme kop tegenaan. Maar nou als eerst even politie kwijt te raken. Oh fuck, dan moet ik niet deze kant op. Hier is politie, bro. We hebben in ieder geval weer 5000. Dat is ook altijd best snel, hè. We gaan nog een bounty zoeken zo meteen. Maar dat is een easy bounty. De gozer staat gewoon bij zijn deur. Je moet nooit een huis of een garage of iets ingaan. Want je weet altijd mensen die gaan je opwachten. Punt uit. Simpel is. En ik wou hem sniperen. Ja, dat doen we simpel. Ik weet niet waarom ik hem niet kon raken. Ik kon hem niet raken. Hij had een goedkoop busje. Dus nou ja, dat zit nog toch niet heel veel. Maar we hebben weer verlies gemaakt. Dan ben ik zo blij dat ik 5000 krijg van die bounty. Maar dan heb ik wel 9000. Betaald aan die Centorno. Fucking irritant. Gewoon omdat hij meteen aanrijdt. We zijn de politie kwijt. Is er nog een bounty hier? Dat is gewoon iemand die een beetje... Hoe noem je dat ook weer? Dat is...
mental state. Ja, dus je mental state die kan omhoog gaan. En als iemand een heel hoge mental state heeft, dan is je gewoon echt helemaal fucking rood. Dan kun je ze ook killen, dan krijg je er meer RP voor. Dan ga je snel levelen, dus dat is misschien ook wel handig om te weten. Niet dat het mij heel veel interesseert, ik ben nu level 137. Bijna 138 alweer. En als je eenmaal 120 bent, dan maakt het niet meer uit. Want dan heb je eigenlijk het hoogste level al bereikt, omdat je dan niks nieuws meer kan halen. 120 heb je volgens mij je minigun. En meer kun je dan in principe niet meer vrij spelen. Behalve dan gewoon voor jezelf. Oh, ik ben level 500, nou leuk. Je hebt er alleen geen zak aan. Dus, dan ga ik zoeken voor een nieuwe lobby. Hopelijk nou iets epics. Nou, we zijn zojuist een nieuwe lobby gejoined. En ik zie weer een bounty in deze lobby. Dus nou moeten we heel snel handelen. Want ik had net ook een andere lobby. En ik wou erheen en daar was alweer een jat. Dus we moeten extreem snel zijn. Ik heb al een ideetje. En even kijken, ik weet niet waar die gozer ergens zit met zijn bounty. Die zit hopelijk heel ver weg. Ik weet niet waar die gozer is. Hij zit erin, ik weet 100%. Hij zit in zijn hutje verstopt. Maar niet uit. Hopelijk komt hij naar buiten. Want jullie weten, als iemand in zijn huis zit, fuck them. We gaan gewoon opwachten. En we gaan eerst even richting hier het vliegveld. Oh. En dan ga ik een vliegtuig op te pakken. Want dan kunnen we tenminste snel handelen. Want met een auto ben ik meestal te traag. En het is gewoon sowieso vet als je gewoon maar episch hebt. Dus vooral met de weer. Helikopter. Kunnen we het doen? We kunnen een helikopter pakken. Kunnen we op het dak gaan landen. Dat is op zich wel echt zo'n epische manier. Kijk of we hem kunnen snipen. Ik hoop wel dat hij zijn huis uitgaat. Want als je daar helemaal niet doet, zou het fucked up zijn. En trouwens, check mijn masker. Dit is zo'n kerstmasker. Zo'n sok die je over je hoofd hebt. Ook op zich wel episch. Hij is weer buiten, zie ik. Want dan kun je het aan het teken zien. Dan zie je zo'n kruis met zijn skeletkop erin. En anders dan zie je alleen een huisje. Dus dat scheelt. Dus hopelijk dat we deze gozer op een epische manier kunnen killen. Als hij niet recht voor zijn neus weggejat wordt. En dan zitten we op zich denk ik alweer op een mooi bedrag. Ik weet niet hoeveel deze bounty is. Maar we hadden net al 2 keer 5000. Dus dat gaat op zich redelijk snel. En dan zullen we denken, dat wordt in de kortste serie. Inderdaad, dat wordt een kort serietje. Gewoon even dat ik het gedaan heb. En dan gaan we straks aan dat veel grotere start. Dat het veel epischer is. En dat zie je nog wel. Want ik dacht eerst, dit is een leuke serie. Dit is een leuke serie, is het ook. Alleen het is gewoon heel veel werk om bounties te zoeken. En je bent eigenlijk meer tijd bezig met zoeken. Dan echt het recorden van epische dingen. En oh, daarom is het niet echt een succes als ik in eerste instantie in mijn hoofd had. Dus dat is jammer. Want de andere, dat komt wel. En hij zit hier. Even kijken. Zullen we er uitspringen? We kunnen er in principe uitspringen. Maar ik denk dat hij dan geen snelle auto mag hebben. Want als hij een snelle auto heeft, dan zijn we sowieso fucked up. En ik denk dat hij heel snel naar zijn hutje toe gaat. Snel! Handelen! Maak dat ding open! Woe! Dat gaat allemaal net goed. Daar is een boom. Dat gaat niet zo goed. En ik val dood. Godverdomme. Waarom nou net die ene boom? Die gozer is super traag. Ik had zo'n vet idee. Nou, span ik op een andere weg. Goddammit. Zeg alsjeblieft niet dat hij naar zijn huis toe gaat. Hij komt met... Wordt nog een andere bounty. Hier, dit is wat we moeten hebben. Komt hij nou... Hij komt naar mij toe. Kom maar. Oh shit. Holy fuck, dat scheelde weinig. Dat scheelde zo weinig. Tering, die kill was episch, man. Ah, dat was een $1000 bounty. Dat is niks, maar holy shit. Dat scheelde zo weinig. Die vent, die schramde mij. Ik weet niet wat voor auto die had. Hij had een dikke auto, volgens mij. Ik vond het wel jammer dat we dat falen met parachute. Dat vond ik jammer. Maar die kill was nog episch. Dus uiteindelijk maakt het geen zak uit. Hij dacht, ik rij even dood, bitch. No. Ik ben benieuwd wat hij nou voor vervoer heeft. Nee, dat hij stilstaat. Even kijken. Ja, als je allemaal van die bounties hebt van 1000, dan duurt het lang. Dan duurt het 100 episodes. Maar dat scheelt tegenwoordig wel. Dat je gewoon echt heel vaak 5000 bounties en 9000 en weet ik wat alles. Dus gewoon op $1000 bounties, die zie je niet zo heel veel meer. En ik ben benieuwd hoeveel dit is. Ik denk 3000. Play it safe, hè. Beetje tussenin. Oh, een beetje tussenin. Ik zie ook helemaal niks. Ik moet hem gewoon licht aanzetten. Krijg je met de weer? Kijk of we hem kunnen killen. Hoe gaan we dat doen? Pak een sniper. Ik ga in first person mode, omdat het kan. First person mode, bounty. Waar is die vent? Oh, nou, hij rent weg. Nou, ik zie helemaal niks. Het is zo mistig als de pest. Woo! Seagull, hij had zo'n, weet je, zo'n masker ook weer van een, geen stinkdier, maar een ander beest. Het lijkt wel een beetje stinkdier, weet je, geef ik hier, 9000 bounty, hoppakee, dat zien we liever. Nou gaat het snel, je hebt al 20.000 in één episode. Die gaat 5 episodes duren. Dat bedoel ik. Ik had er nergens over. Hé. Waar is die gozer?
Kan titteren. Maar dit is meer omdat ik het gedaan wil hebben. Dus ik denk dat we best gewoon die episode nou kunnen kappen. Want ik weet niet hoe lang. Ik ben nou sowieso al. Ik ben nou 1 uur en 30 minuten aan het recorden. Dat bedoel ik. Met alleen maar zoeken naar lobby's voor bounties. En het lijkt misschien allemaal heel kort. Maar je bent dus extreem lang bezig met zoiets recorden. En in dat opzicht is online adventures handiger. En ik zie een special crate drop. Waar is die special crate drop? Kunnen wij daar nog heen? Die is daar. Dat is nog een heel pokkaan. Dus ik denk dat we hier gewoon de episode... De episode afkappen. En dan weten jullie in ieder geval... Dat deze episode, of deze serie niet zo lang zou gaan duren. Maar ik had hem beloofd, dus ik moet hem doen. En wat we dadelijk gaan doen is eigenlijk ongeveer hetzelfde. Maar dan veel meer, veel groter en alles in één. Dus dat is een beetje het principe. Dus als je de video leuk vond, laat in ieder geval een like achter. Ik weet niet hoe lang de video is, dus als je een beetje te kort is, dan alsjeblieft ga het niet allemaal in de comments zetten. Want Dennis, de video's zijn te kort. Ik heb geen flauw idee. Ik heb dus zo lang records, ik weet niet hoe lang die is. In ieder geval, als je het leuk vond, laat een like achter. Abonneer voor meer. En tot de volgende keer weer. Houden we.